Hallo kijkers van Shine Sprite! Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cagelock met Sander van spelletjes SB Kabooming. En in het Engels is dat spelletjings... SB-ings. SB-ings. We doen geen team recap? Oh ja, wel best een team recap. Ik weet mijn hele team niet, gozer. We hebben echt 5 jaar niet meer opgenomen. Nou, in ieder geval een week of 6 niet, inderdaad. Ja. Laten we dat doen. Oké, ik heb orders. Misschien dat die nieuw is. Ja, misschien is ook nieuw. Niet. Weet die ik is niet. Nieuw. En die heeft Chlorophyll. Vindt die leuk? Oh, dat absorbed sweet. Ik vind het Harm leuk dat die Chlorophyll heeft. Oh, oké. Okay. Nou, kijk. Harm, speciaal voor jou. Doen we om en om of doe ik gewoon in ja, mijn team? Ja, we doen wel om en om. Mag ik weten waarom hij Hu heet? Is dat niet die guy van Avatar met die vines? Oh, dat zou best kunnen. Geen idee. Ik denk daarom. Oké. Okay. Ik heb hier Bayleaf, of Metal Leaf, de Bayleaf. Omdat hij een steel type is. Oké. Okay. Ik kan trouwens verzekeren dat dat de reden is. Want ik zie dat al mijn namen semi iets met Avatar te maken hebben. Ah, dus. Ja, dat kan me nog wel iets van herinneren inderdaad, ja. En mijn heeft Magnet Pool. Magnet Pooling? Pooling de Magnet. Oké. Dan ga ik door naar Azula. Zie, ook Avatar, referentiing. Dat is Engels. Gluttony, make the Pokémon use I held a berry earlier than usual. Wyoming? Oké. Dat is weer ziek. Het is zo fight-typey en hij vindt het leuk om te bijten, te flameburst, te incinerate of te janen. Doet hij alle vier wil hij wel doen. Wyo. Zeg het maar. Ik heb hier Cosmo, de Braixen. Hij is een vurig typeje. En hij heeft Blaze als ability. Oké. Ja, cool. Cool. Ja. Dan hebben we Skilly. De enige die afwijkt waarschijnlijk. Ja, omdat je mij wel Torrent. Haten. Ja. Powers up water type moves when the Pokémon is in trouble. Hij is niet in trouble. Dus hij heeft nog geen powers up water type moves. Maar hij heeft wel Tackle, Tail Whip, Bubble en Bite. Hutsenfluts. Dat kan jou een Cosmo niet zeggen. Dat klopt. Ik heb ook Lui, de Muna, die Psychic en Harmonic type. En hij heeft de Synchronize. Harmonic type? Heel ja, ziek. Dan hebben we nog de Meloeneer. Dat is zo'n Fledgling. En die heeft Flame Body. Vindt hij leuk. En hij heeft Tackle, Amber, Quick Attack en Pack. Huts. Ik heb Momo, de Apom. Met pick-up, wow. Wat wel super nice is. En nu was Momo ook de enige, want we hebben maar één cage match tot nu toe gehad, die held items mag. Dus is dat niet ook van die truck trouwens? Huh? Die ability, is dat niet van die truck? Oh, pick-up truck. Ah, je bent een slimpie. Oké, volgende. Oh ja, ik ben. Mijn code. De Bayleaf. En hij heeft Tackle, Growl, Bullet Punch. En hij screech ook wel eens. En deze heeft ook Magnet Pool. Hotzeflots. Ik heb Skilly, de War Turtle, met Torrent. Het powers up water type moves when he is in trouble. Maar hij is niet in trouble, dus ik heb nog geen power up het water type move. Ik heb een beetje déjà vu. I just been in this place before. En we hebben Zigzagoon. Hij is niet gone, maar hij heet wel Zigzagoon. Mm-hmm. Gluttony makes the Pokémon use. Oh, die heb ik eerder al op gelezen. Dus jullie weten al wat dat doet. Habit, Tackle, Tail Whip en Growl uit deze man. Since you've been Zigzagoon. Ja, en ik heb nog een Komi, maar dat is voor de. Ik heb hier nog een Mincino die ik waarschijnlijk niet wil gebruiken, want waarom staat die anders onderaan? En nog een. Ja, dit is nog niet Simon, maar als deze evolueert, dan wordt het Simon. Dus, alleen die Mincino die staat daar onderin omdat je een andere Pokémon hebt gevangen om te gebruiken in plaats van die Mincino, dacht ik. Oh, dat kan wel zijn. Moet ik hem releasen dan? Ja, doe dat maar. Ja, want volgens mij zouden we... Ja, volgens mij heb ik je daar toen over geappt. Ja. Ja. Zo. Offer heet die ook. Oh ja, dat klinkt wel als shit. Oké, we go in. Ik weet alleen bij God niet waar ik ben. Ik ben hier. Waar moet ik nu dan naartoe? Helemaal naar links. Helemaal naar links. Nu weet ik gelukkig wat links en rechts is. Daar ben ik blij mee. Route 7.
Als je niet die Snorlax heb ik nog niet gedaan. Oh, dan ben ik zoveel verder dan jij. Maar moet ik is dit een... Moeten we deze heropnieuw? Of is het een token? Of hoe heb jij die Snorlax We hebben die. Als je hem vangt, mag je hem als token gebruiken. Tenminste, dat hadden we afgesproken. Oké, okay, top. Maar ik had hem niet gevangen. Nee, dan. Wat? Er stond wel iets met shiny. Frick. Ik let nooit op. Ik lees nooit tekst. Dat is en altijd nu lastig. Is dat gonna be my downfall. Dat klopt, ja. Opens his eyes? Yo. Yo, dit is een Snorlax. Die ken ik. Waar ken je die van dan? Van Tinder, zeker? Kanto. Oh. Ja. Als ik nou met mijn Lunier eventjes pack. Dat doet hij hoor. Dat doet hij. Pas op. Pas op. Dan vindt hij dat leuk. En dan iedereen blij. Ik pas op. Ik pas gewoon op. Hoezo? Oh ja, ik ben geen normal type meer. Alleen Fledgling is normal type. Oeh, wat kan je hier allemaal voor Pokémon vangen? Pack. Sevipper. Oeh, een Colossian Totodile. Ik denk dat die ijs... Trouwens, over Totodile gesproken. Wanneer gaan we verder met Heart Gold Hunt dan? Die ligt ook echt op zijn gat. Ja, maar dat komt omdat ik heel lang niet ben geweest. En ik moeite heb met tijd hebben voor dingen. Ja, snap. En dan staat dit wel een soort van bovenaan het lijstje. Ja, eens. Overigens heb ik nog twee dingen te zeggen. Eén ding is dat ik... gezien heb dat een week of twee geleden een Omega Ruby en Alpha Sapphire versie van dit is uitgekomen. Dus okay. Mocht het bevallen, kunnen we dat eventueel hierna doen. Wow, dat is wel ziek. En het andere is, zit ik in jouw aflevering van Professor Layton? Ja, joh. Nice. Ja. Ik heb nog niet geëdit, maar ik heb wel vast de Discord berichtige screencap. Je bent zo slim. Doe mijn deur open. Dit jij telt reageert niet voor hetgene wat hier zo staat, zeg maar. Dat jullie dat weten. Toen ik zo net wegging, dat telt niet. Nee, dat telt. Meestal, ja. Ja, dit snap je alleen als je de video terugkijkt. Ik doe gewoon net alsof ik weet waar het over gaat. Ja, nee, meestal doe ik dat niet als ik dat... Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. Dat zeggen ze allemaal. Nee, maar Sander, ik ben zo'n slimpie, ja. Weet je nog? Grab jacket. Grabbing jacket. Grabbing heb jacket. Jij aan. Hij doet wel defense curl, dus ik kan een tackletje proberen. Maar ja, straks is hij dood. Hé, hey, maar hij hoe is vet is het trouwens dat er gewoon een nieuwe trilogie van Professor Layton gaat komen? Ja, heel ziek. Op een schaal van 1 tot 10 is het een 10. Zeker. Die had je niet verwacht, hè? Nee. Meestal dan zeg ik dan altijd iets wat niet op een schaal van 1 tot 10 is. Ik dacht dat jij zou zeggen, op schaal van 1 tot 10 is het heel ziek. Ik dacht dat je dat zou zeggen. Ja. Hé, hey, ik heb hem trouwens gevangen. Yeah, yeah. Wauw, daar kwam ik lekker op tijd achter, trouwens. Ja, jij was niet zo slimpie. Nou, ik was gewoon heel erg gefocust op Professor Layton trilogietjes. Dat is waar. Wie is dik in Avatar? Hey, Shiny Sevipper. Oh. Wie is dik in Avatar? Ik weet het niet. Iroh. Nee, dat vind ik disrespect. Oh, dit wordt ook offer trouwens. Nevermind. Offer 2. Ondanks dat offer 1 dood is. Het is gewoon offer. Oké. Okay. Ik heb Shiny Sevipper gevonden. Had je dat meegekregen? Ja, daar had ik meegekregen. Daar heb ik zelfs gezien, joh. Wojo, joh. Hij is zo'n vet. Zo'n vette. Wojo. En niet vet als in Snorlax. Of Shaming. Dat wie is er hier aan het disrespecten, dacht ik. Oh, what the fuck? Zag je wat er gebeurde? Nee. Zangoose en Sevipper vallen elkaar aan. Want? Dat zijn toch rivalen in de lore? Nee, oh ja. Dat vind ik eigenlijk wel fucking vet. Dat is fucking ziek. Holy damn, hoe... Ja, ik zie het. What the fuck? Geniaal. Deze game is echt niet normaal meer.
Niet zoals Mark Evans zou zeggen. Dit is niet normaal meer. Weet je wat ook heel ziek is? Nog niet. Dat Slugmine in Scarlet Violet komt. Nee. Echt? Volgens mij was er toen wel een leak dat met aantal Pokémon die zouden komen. Oh, volgens ja, mij klopt. Stond Slugma daarin. Ja, net als Snorlax. Dat is wel handig voor Paddy en zijn ribbon gebeuren. Hier kan ik Pokémon vangen, denk ik. Ja. Oké. Daycare, come with us, but I don't kan, care for the day. Kan jouw Oddish sweet scent? Ja. Nice. Lekkering. Ja. Zoals we dat zeggen. Volgens mij had ik daarom ook geen Komi meer. Mm-hmm. Nou, doei, doei. Mag je hier ook met Sudam even doen, trouwens? Voor mij nee. Wel. Nee, dat gaan we niet. Alleen niet onscreen. Nah, je mag ook niks. In deze game is Masuda Method onscreen minder kut dan in Scarlet and Violet. Ja, dus. Dat is waar. Nou, in Scarlet and Violet dan ga je natuurlijk nog wel door heel veel landjes heen. Dan kom je misschien een random shiny tegen. Dat is waar, alleen... Oh ja, die Cyndaquil. Ik dacht even, is dat shiny? Maar dat is zo'n crazy guy. Ja, zo'n crazy guy is dat, ja. Oeh, gelukkig kon ik God Away safely in. Maar, nee, het is gewoon, je moet een half uur wachten en dan, ja, of je moet wachten en je kunt niet ondertussen hatchen of nee, precies. Shit. Dat en wel. Dat kon in andere games wel en dat was, vond ik leuker. You have gelijk, Ing. Thank you, Welling. Ja, ja. Krabby. De Crabster. Crabster. Ik ben benieuwd welke... Ik heb nu natuurlijk wel ook veel kans om die Moona ook weer. En die heb jij ook al. Dat klopt. We hebben wel veel dezelfde Pokémon. Dat vind ik dus niet zo leuk. Ik wil vooral verschillende Pokémon. Ik hoop gewoon heel erg dat... Hawlucha nog te vangen is waar die normaal te vangen is en dat ik die shiny krijg. Want die is vet. Ik vind Hawlucha gewoon een vette Pokémon. Ik ben benieuwd wat ze daarvoor van hebben gemaakt. Wazzle. Oh, dat is een special form of is het, je bedoelt van de shiny? Nee, de shiny. Oh, zo. Nagi? Nagini? Hoor ik dat herkennen? Nee, jij niet. Wow. Nee, dat is geen haat. Dat is gewoon... oprecht. Oké. Okay. Nee, maar hoezo niet? Dat is van Harry Potter. Ik snap nu wel dat ik het niet herken. Ja, precies. Ik heb niet geloven. Dat is een heel obscuur karakter in Harry Potter dan. Want ik ken verschillende karakters. Zoals Hagrid. Het is de slang van Voldemort. Aha. Kijk, Voldemort ken ik ook. Harry. En ken je potten. Harry? Ja, ik ken Harry. Oh, ja. En ik ken Hermeline en die Boshart ken ik ook. Sorry, flauw. Sorry, I'm do being flowing. Ja, je moet wat salt... Nee, je moet geen niet salty worden. Maar, trouwens. Never mind. Axew is unaware. Zag ik ze net. Ik zat trouwens net heel eventjes op je kanaal te kijken, maar ik kon die Twitch-compilatie niet vinden. Oh, echt niet? Nee. Wanneer heb je die geüpload? Echt zondag? Nou, ben ik dan schil? Nou, ik heb wat veranderd in Twitch-compilatie thumbnails. Dus misschien dat het is? Dat zou kunnen. Wat ik trouwens wel zag, dat een van je video's geen thumbnail had. Een latent video. Ja, klopt. Ik had toen geen tijd om een thumbnail te maken en dan ben ik daarna vergeten. Ah. Ik zal eventjes ondertussen... Oeh, ik moet uitkijken. Oh, tip, kijk uit. Kijking uit, één. Wel goed. Get shareable link. Ik ga hem je nu... Oh ja. Shareable. Sharing. Sharing is caring. Niet te verwarren met Karen.
Oh ja, dat, oh, is, gewoon hoorde... dat is gewoon je laatste uploade video. Die heb ik, ja, wel gewoon ik heb dat wel gewoon gezien. Alleen ik dacht dat het gewoon een shiny hunt was en geen Twitch compilatie. Ja, dat zeg ik. Ik heb wat veranderd in de thumbnails, dus daardoor... Ik zat inderdaad wel groot naar Twitch-compilatie in het midden te zoeken met vier van die hoekjes. Ja, maar sinds Scarlet and Violet ben ik het iets anders gaan doen. Oké, okay, nice. Ik op zich, het had wel wat, die Twitch-compilatie oude thumbnail, maar ik, ja... Oh, hier is ook niks mis mee. Het enige is dat het even verwarrend was voor mij. Ja, snap ik. Ja, ik vind dit gewoon leuker, want dan heb je iets meer... ja, dat komt ook door de titel, denk ik. Duidelijker zien wat het is of zo. Okay. Oh ja, want dat was een de vorige heette Scarlet and Violet Feast. En deze heette Claw Shiny Hunting. Maar dat was gewoon een streamcompilatie van elke keer dat ik Claw probeerde shiny te hunten. Oh, dus het is niet allemaal verschillende... soorten games, zeg maar, die in nee. de compilatie... Ah, nee, omdat ik te veel Pokémon doe. Omdat je te veel Pokémon doet, oké. Okay. De laatste tijd ben ik alleen maar met die bingo-kaart bezig, joh. Dat moet ook gebeuren. Ja, ik loop wel... Ja, het ligt eraan hoe je bekijkt. Ik loop of dik voor op schema, of ik loop gewoon... op schema. Maar dat komt omdat ik heb alle moeilijke, die staan nog. De Sun and Moon en de Ruby Sapphire en de Johto Totodile ook nog. Oh ja, de Johto Totodile. Heb je gezien dat Penny niet kan spellen trouwens? Nou, dat hoef ik niet te zien hoor, dat weet ik. Maar ja, hij had gisteren Johto gespeld. Nou, echt, ik lag dubbel joh, zo slecht gespeld. Ja, was het SP Griekse IDUCK? Het was J-H-O-T-O. Joto! Ja. Was het niet van de wissel, zeg maar, de T en de H omwisselen, oké, okay, weet je. Dat kan gebeuren, maar... Ik vond dit wel grappig. Ja, maar grappig. Nu zijn de O en de H nee, ook niet. Nee, hij heeft er echt gewoon een potje van gemaakt. Ja, dat bedoel ik. Daarom, ja... Ja, maar ik heb het een potje met vet nog net niet op de tafel gezet. Zo, wat een lobel. Zet er gewoon even op de tafel, gozer. Echt, jongen, echt niet normaal, hè. Wat een loser. Net boy. Zoals deze Pokémon. Doe niet zo moeilijk. Wees gewoon even zo'n shiny, Ink. Precies, Ink. Ik zie zo'n cute Munchlax, Ink. Ja, die Munchlax is wel cute. Het zou wel grappig zijn als ik voor mijn Snorlax zo'n Munchlax heb. Ja, maar dit oh, nee, is wacht, nog... want dit is oh. nog de route... Ja, dit kan ook mijn... Oh, ik mag kiezen waar ik die dan? Ja. Of moet dat wel in deze... Nee, je mag kiezen. Dan kan ik... Want er stelt me iets van bij dat boven in route 6... dat ik daar een aantal Pokémon had die ik wilde. Dat zou goed kunnen. Dan zou ik dat kunnen doen. Oké, moet ik doorgaan met shiny hunten? Of, want dat ik laat ik helemaal aan jou. Wel ver achter, zeg maar. Ja, dat klopt. Maar ik kan nog genoeg spelen, want het duurt echt nog wel even voordat ik bij de tweede gym ben. Oh, ik denk we zijn er al bijna, joh. Nee, nog niet helemaal. Ja, dat is van een liedje. Ja, je had hem door. Forewarn. It's nou, time to Momo. Had je de 1 april grap gezien van Avatar News? Nee, ik heb echt helemaal niks van 1 april. Dat ook. Maar ik heb al de hele tijd niks meer van... ik heb de hele dag niks van 1 april meegekregen. Omdat mijn winkel heropende. Dus daar was ik de hele dag mee bezig. Ah, nice. Ik wou dat ik die luxe had. Ik had niet door dat het 1 april was. Tot de eerste 1 april grap. En toen was alles zo van... Oh ja, leuk dat dit... Dat jullie dit aankondigen. Maar dit is sowieso een 1 april grap. Ja. Ik was zelfs zo ver dat... Ik las dat E3 gecanceld was op 1 april. Oh, dus ik dacht, ik dat is een 1 april grap.
Maar blijkt dat dat oprecht geen 1 april grap was. Oh. Oeps. Dus ik word zo wantrouwig van de 1 april dat zelfs de real information dat dat gewoon 1 april grap wordt. Ja. Ja, duidelijk. Nee, Avatar Nieuws had een tweet dat Pokémon en Avatar samen gingen werken voor een Nintendo game. Wat een bullshit. Dat je daarin trapt. Avatar Legends. Daar trapte ik niet in. Nou, ik wil al zeggen. Nee, de eerste waar ik intrapte was... ken jij Guido van Wie is de Mol? Guido van Wie is de Mol? Oh, nee, die. Ja, die video's maakt. Ja. Die had een video waarin hij zei dat hij meedeed aan het tv-programma. En dat geloofde ik eerst. Totdat er ergens stond van, joh, dit is een 1 april grap. Toen dacht ik, oh. Zo jammer, hè. Ik was oprecht hype van, oh, ik ga Guido zien in een tv-programma. Maar nee. Oh nee, toch niet. Ja, toen was ik sad. En ik ben er nog een keer ingetrapt, trouwens. Oeh. Een guy had, hoe heet die? True Green 7 is dat, denk ik? Oh ja, die ken ik. Ja, die had Paradox Forms gemaakt. Oh. Maar hij ging Paradox Forms maken van, zeg maar, Paradox Forms. En dus ging die, bijvoorbeeld Iron Hands ging die Hariyama gewoon maken, alleen dan met een andere naam. Toen dacht ik, Jezus, dit is toch gewoon Hariyama, dacht ik eerst. Ja. Wat ben je nou aan het kutten? En toen, oh wacht, oh ja, het was 1 april, oké. En daarna trapte ik nergens meer in. Maar hey. Dikker in je bil. Ik ben blij dat het voorbij is. Jij bent wel zo'n 1 april hater, hè? Ik ook. Ja, en dan te bedenken dat ik ooit ook gewoon eraan mee heb gedaan. Weet je dat nog? Sander, hoe durf je in? Weet ik dat nog? Oké, je weet niet over waar ik op doelde. Oké, dit gaan we niet in de aflevering over hebben, want straks vinden mensen die video. En dat wil ik niet. Want die is cringe. Oké. Maar je hebt wel extra views dan. Ja, maar hij is echt van 5 jaar geleden of zo. Oké. Laat ik het zo zeggen, het ging over een hele oude serie van ons. Ik kan me echt niet herinneren, we moeten er straks eventjes over hebben. Ja. Ik wil gewoon niet dat die video was echt heel cringe. Ik hoop ook dat die op privé staat, waarschijnlijk niet. Want ik zet nooit video's op privé. Dus vandaar dat ik het er niet over wil hebben. Nee. En ik weet ook niet precies hoe die heet. Dus ja. Ja, dit, nu komen de smoesjes. Ja, misschien. Oh, fossils zijn sterks, toch? Ja. Nice. Goed om te... Waiting. Niet te verwarren met wachting. Want heel veel mensen raken daar in verwarring. Die denken dan dat het wachten is, zeg maar. Wojo, hoorde je dat Engelse leenwoord wat je gebruikte? Wat zei ik? In verwarring. Ja? Ja. Je bent een ontzettende man. Zeker, hè. Kijk, en dit is dus een heel goed voorbeeld van wat hier boven me staat. Dat je zo'n slimpy bent? Of dat ik een slimpy ja, ben? Ja, dan ga je het zien en op. Ja. Nou, gelukkig is deze aflevering bijna af. Dan duurt het nog wel even voordat je de aflevering krijgt. Dat is waar. Of voordat je ze gaat editen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Zoetiger nu. Yo, allemaal andere Pokémon die ik nog niet gezien heb. Pokémonings? De pianospeler heb jij ook. Pianospeler Drowsy? Ja. Piano? Wat? Ja. Weet je niet wat Drowsy doet? Die doet met zijn vingers zo, die speelt hij zo piano.
Ik hoop dat je Drowsy nog een keer tegenkomt. Oh, je bedoelt als Sprite. Zo. Hey, Mana. Oh, wacht. Die heb jij ook al. Dat heeft niet. Wat is dit? What are the odds? 1 op de 100. Flauw. Hey, een Sand Delay. Oh, ik moet wel oppassen met Cyndaquil. Of is die nog steeds Fire-type? Weet je dat? Denk het niet. Maar ik ga je niks beloven, anders wordt het straks boos op mij. Zo ben okay, je. Oké, het is allemaal jouw schuld als hij straks shit lijkt te zijn. Kapar. Kapar. Yo, experience? Als oh nee, tackle. Ik ben dood. Grapje. Als jouw battle zo af is, dan gaan we de aflevering beëindigen. Je bedoelt als ik die Muna gevangen heb. Ja, als je die Muna gevangen hebt, ja. Ik weet al hoe ik hem ga noemen trouwens. Muna. Dat is ook niet zo heel moeilijk. Het zit zelfs in de naam bijna, joh. Moe? Ja. Ja, ik dacht meer aan Luna, zeg maar. Maar oké, okay, ja. Moe. Dat is op zich wel wat ik bedoelde. Basically nee. The same song. Jan. Jan en hebben mee te maken. Niet gapen, gozer. Jan Versteeg. Ik heb toch helemaal niet gevraagd. Ja. Jan Versteeg. He do be lingoing. He do be lingoing. Groen. Ken je dat lingo? Zuilvies rotkind. Nou. Nou, dat is niet lief. Alleen maar door mijn intro moment, hè? Dat klopt, ja. Oh, Sander, je moet bij aflevering 10, dat is de vorige aflevering, moet je heel eventjes naar titel en beschrijving kijken als die uitkomt. Oké. Okay. Dan weet je dat er was. Ga ik hem laten slapen? Nee. Ik ga Muna wel, misschien dat ik die dood krijg. Ik vond jou de volgende intro momentje wat je hebt gebruikt, wat overigens geen intro momentje was, maar dat was gewoon een hele aflevering momentje. Dat was zo kut. Was dat die gespiegelde? Ja, dat was die gespiegelde, ja. Oh, oh. Oh, dan haat je deze misschien net zoveel, joh. Oh, Sandring, je moet toch ik kijkbaar Ik heb deze ook zijn. De hele aflevering laten staan, namelijk. Je moet maar toch kijkbaar niet... zijn? Nee, het is kijkbaar. Oh, gelukkig. Het is, mijn facecam is gewoon nu een meme. Een meme. Zien we jou niet? Jawel. Oh, gelukkig. Mijn facecam is een meme, maar jullie zien mij. Dat is het idee. Oké. Ik ben wel erg benieuwd. Ja, eigenlijk is het dus meer een soort anti-meme. Ja, ja. Maar dat is juist leuk. Ja. Trouwens, ik zag vanochtend op YouTube, ik werd helemaal gek joh. Ik zag van die guy van Gotta Catch 'Em All, Jason Page. Zag ik dat hij zo'n nieuw nummertje had uitgebracht. Okay. Over Pikachu of, ja, Pikachu en Ash. Het was een goodbye song. Goodbye. Hello, goodbye. Pikachu en Ash. Song. Hello, goodbye was er niks bij. Op vliegveld. Ja, is toch dat ze naar andere landen gaan en dan daar iets opbouwen, waardoor je ook die nee, dat, gekke dat van... Is, oeh, goed! Nee. Dat is, ik vertrek, is dat. Ah, bijna. Maar die gek die jij bedoelt, dat is van Chateau Meiland. Ja. Oh, ik dacht dat hij ook ooit begonnen was bij Ik Vertrek dan. Ik denk het niet, maar het zou kunnen. Sandring, vang die Muna nou. Ik moet toch eerst die andere Muna pop maken, hè? Kapotting. Ja, dat was dat was vorig jaar bij de verjaardag van Paddy, van de kapot. Maar nu ga je niet eens eens. Ja, ik baal wel op zich, want ik wil wel, maar... agenda's, man. Zeg kut. Ik heb echt volle agenda de laatste tijd. Ja, ik voel je. En ik vind het leuk, want het zijn allemaal leuke dingen, maar daardoor gaan ook heel veel dingen tegelijkertijd. En dan is het zo van... Ja, ik wil wel, maar ik wil ook niet alles afzeggen. Ja. Snap het. Ik snap het.
En dat weekend daarop zouden we officieel, alleen toen had ik ook ineens iets. Dus, ja. Dus, jij hebt het eigenlijk gewoon lastig. Dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Nou ja, laat het zo zeggen, het ligt niet aan mij, want dingen worden gewoon zo gepland. Ja, oké. Like, dat weekend daarop ga ik naar een theaterstuk. En dat theaterstuk is maar één keer in Zwolle. En welk theaterstuk ga je? De Mousetrap. Die heb ik namelijk ook gedaan met Minor als eindproductie. Oh. Dus ja, ik wou daar heel graag met die groep naartoe. Want dat is gezellig. En je hebt hem zelf ook gespeeld. Dus dan wil je heel graag zien hoe is de origineel, weet je wel. Ja. Dus hoe hebben ze dat aangepakt? Dus ja, daar wil ik ook heel graag naartoe. En dan, ja, dan lukt het allemaal niet. Maar hey, ik ga iets heel... Ik weet namelijk dat Paddy dit niet kijkt, dus ik kan het vragen. Yeah. Is Paddy de 14e jarig? Nee. Wanneer is hij jarig dan? Moment. Ik had hem dus in mijn 14e in mijn agenda staan, maar dat is waarschijnlijk wanneer hij de vorige keer vierde. De 10e. De 10e. De 10e, foutmarge van 4, dat mag. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ja. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.